Suriname heeft nu meer kinderverpleegkundigen en dialysis technicians erbij. De groep die met succes de opleiding heeft doorlopen aan het opleidingsinstituut van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo kreeg vandaag haar diploma in handen. Kinderarts Safir Lisek zegt dat dit een grote aanwinst is voor Suriname. Lisek is ingenomen dat de groep kinderverpleegkundigen de opleiding hebben afgerond gezien de werkdruk, maar ook hun gezinsleven. Desondanks hebben ze de kracht, energie en motivatie van ergens gevonden om ook nog deze opleiding te doen en ook succesvol te behalen. Dus jullie mogen echt trots zijn op jezelf. Ik ga het ook niet te lang houden. Jullie dienen als voorbeeld ook voor de rest van Suriname. Ik wil van hieruit ook een oproep doen naar de regering om te blijven investeren in onze eigen mensen en die ook goed te waarderen, zodat we ook van hun, ja, hun expertise en hun kennis gebruik kunnen maken. Want uiteindelijk zijn wij voor onze Surinaams volk, onze Surinaamse kinderen. Glenn Uiterlo, bedrijfsleider Nationaal Nierdialyse Centrum, haalde aan dat er in 2015 gestart is met het opleiden van dialysis technicians. Bij het AZP is het Amerikaans curriculum gebruikt om deze dialysis technicians op te leiden. En daar is dus het programma ontstaan, ontwikkeld, dat jullie hebben gevolgd. Oké. Dus dat is even de historie van de opleiding. Ik begrijp dat ik maar 5 minuten heb. Dus ik heb de historie belicht, maar ik ga snel die andere onderwerpen behandelen. Kijk, vanwege het nijpende probleem moest er dus een snelle opleiding worden ontwikkeld. Hè. De verpleegkundige route om te mogen werken in de dialyse is eerst, geloof ik, 3 of 4 jaar moet je een verpleegkundige A-opleiding volgen. Dan moet je nog een specialisatie. Zoveel tijd hadden we niet. Dus we hebben het verkort gedaan. Jullie zijn 2 jaar bezig geweest. En jullie waren direct ook op de werkvloer, dus jullie aanwezigheid heeft direct verlichting gegeven bij de uitvoering van het werk. Als groep wil ik jullie zeggen toch, dat even nog het curriculum. Ik heb het curriculum in de tijd laten wegen door het Polytechnisch College. En ze hebben gezegd dat het programma, zeg maar halverwege een bacheloropleiding is. Uiterlo zegt dat het tekort van medewerkers in de zorgsector al een paar jaren aan het groeien is. Het is daarom belangrijk dat er wordt gewerkt aan het opleiden van krachten die reeds in huis zijn.